Vandaag zijn we bij de kraftfabriek en we staan op het punt om naar de studio van Roy Otters te gaan. We zijn nu aangekomen bij de studio van Roy Otters. En ik ben heel benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Gaan jullie met me mee? We zijn nu binnen in de studio en ik heb een heel speciaal iemand hier. Roy Otters, kom er maar even bij. Dag Leo. Dag, leuk je te zien, eindelijk in het echt te ontmoeten. En wat doe jij vooral, waar ben je vooral mee bezig? Kun je het uitleggen aan mijn kijkers? Ja, waar we bezig mee zijn, we hebben een studio, we maken muziekproducties, maken videoclips. We zijn bezig met een paar kleinere tv-programma's voor RTV en dat soort dingen. Praatprogramma's en het wordt eigenlijk steeds meer cd-producties. Alles wat je op muziekgebied maar kunt bedenken, super, daar zijn we mee bezig. Dat is echt onwijs gaaf. En ik heb ook gehoord, jullie hebben soms ook best wel grote Nederlandse artiesten die hier komen. Kan je daar een paar van opnoemen die hier dus al binnen zijn geweest? Nou, de bekendste die hier zijn geweest zijn, je hebt Antonio van Boom Boom, Johan Flemings die komt sinds afgelopen week in één keer regelmatig hier. Okay. DJ Maarten, dat is er ook eentje. Je hebt DJ Martins, dat is er ook eentje, die is vrij bekend, zeg maar, in dat wereldje. En ja, de laatste tijd komen er steeds meer bekendere artiesten. Dat dus echt, we zijn nog aan het groeien. Dat is echt onwijs gaaf. Maar zullen we anders nu even de studio gaan? Kan je me daar rondleiden, mij en mijn kijkers? Is goed. Holy shit. Dit is wel echt heel gaaf hoe dit eruit staat. Ja, dit is het gedeelte waar we of videoclips, stukjes of televisieprogramma's opnemen. En Want ik heb al een beetje research gedaan voordat ik hier naartoe kwam. Hoe zit het precies met, jullie doen ook een muziekquiz op Facebook. Ja. Ik weet het gezien, maar zou je even aan mijn kijkers kunnen uitleggen hoe dat precies werkt? Op een gegeven moment, we hebben een hele hoop artiesten die bij ons bij de studio zitten. En toen dacht Rini, dat is een goede kennis van mij, die dacht in één keer van, nou kunnen we daar niet wat mee doen. Nou, ik wil niet alle muziek, of ik wil niet een muziekprogramma maken wat iedereen al doet, alleen maar zingen. Dus ik denk van nou, laat artiesten komen, laat ze een liedje zingen. Dan krijgen ze een quizronde, een paar vragen stellen. En degene die dan wint, die krijgt een beker. Degene die verliest, moet nog een keer een liedje zingen, maar dan verkleed. Dat is echt heel cool. En het is gewoon leuk. Het is leuk om naar te kijken. Leuk maar, zo bedenk je ook wat origineels, want het is juist heel belangrijk om op social media met originele content te komen. Dat is echt lastig. Vooral als YouTube zijnde, is het echt heel lastig. Want tegenwoordig heb je echt alles al op YouTube. Maar je moet er zo je eigen twist en draai zien te geven, dat je door weet te breken. Ja, en we waren er voor de lol mee begonnen. En op een gegeven moment, dat is de reden dat ik hier op een gegeven moment meer ruimte erbij heb gehuurd. Want het liep op een gegeven moment uit de hand. De eerste aflevering werd 2000 keer bekeken. We hebben er nou 6. Ja. En vanavond worden er weer 2 afleveringen gefilmd. De 2e aflevering zat op 4000 keer uiteindelijk. En de 6e aflevering zat al op 9000 keer bekeken. Holy shit. Dus, en dat voor de lol nog eerst in de eerste instantie. Ja. We zijn wat aan het opbouwen. Dat noem ik wel nieuw bouwen. Dat is weergaven dan mijn meeste video. Mijn video's halen dat meestal in een maand of 3, 4, 5. Ja, tijd. Maar denk eraan, dit is op Facebook. Ja, okay, nog niet op YouTube. Ja, het gaat wel dadelijk via YouTube lopen, maar dit is allemaal nog testen. Ja, klopt. En dan moet je ook echt oppassen. Je moet een goede, stabiele internetverbinding hebben als je op YouTube live wil gaan. Want jullie zenden dat live uit natuurlijk. Klopt. Dus dan moet je wel echt zorgen dat je een stabiele internetverbinding hebt, anders gooit YouTube je zo uit. Klopt, maar kan je wel één geheimje verklappen en dan mogen de kijkers mogen dat ook weten. Okay. Het wordt live uitgezonden, maar alles wordt toch van tevoren opgenomen. Een paar dagen van tevoren. Okay, dat is eigenlijk heel groot. Een soort van easter egg wat erin zit. Ja, want het gaat zo vaak fout. Ja? Want de presentator die bespreekt zich, een zangeres die is aan het zingen. En die schiet, hebben we ook meegemaakt, hè? Een zangeres die voor de eerste keer voor de camera stond. Die stond zo in de stress, die moest 5 keer het liedje zingen. Uiteindelijk hebben ze het gezongen met de songtekst voor zich, zeg maar. Buiten het beeld van de camera. Ja, dat snap ik. En die was op een gegeven moment halverwege een liedje begon ze te huilen, want ze trok het niet. Nou, toen hebben we gezegd, stop, laat maar even rusten, even wat drinken. En dan neem je het opnieuw op. Ja. En dan ga je het monteren.
En ja, tijdens de montage, tijdens de uitzending zie je niet dat het gemonteerd nee, is. Nee, zeker niet. Maar dat is wel grappig. Dus weet jullie dat? Dat je zelf dingen van tevoren op kan nemen en dan live uit kan zenden. Tip, onthoud dat goed. Officiële tip voor Roy Otters. Ja, OBS, daar kun je gewoon ja, iets wat je al gemaakt is, kun je er later in uitzenden. Nou, dit is dan de studio en ik zie hier een tafel staan. Hier wordt dan, wat ik heb gezien, wordt dan de muziekquiz opgenomen. Ja. Benieuwd wanneer de livestream weer live komt. Zondag. Ga zeker even ook kijken bij de livestream, dat is alleen maar leuk. Ik laat een linkje van, ja, van jullie Facebookpagina laat ik wel in de beschrijving achter. Daar kan je gewoon naartoe gaan. En dan is het dat je gewoon de livestream mee kan joinen. Dus dan weten jullie dat het linkje van de Facebookpagina van Roy Otters in de beschrijving staat. Nou, en dan heb je hier nog een gedeelte waar we muziekproducties maken waar je voor de rappers, zeg maar. Goed. Dus dit is, ja, dit is heel anders dan die andere studio. Want voor rap heb je weer, je werkt ze met FL Studio. Dat is een compleet ander programma dan voor gewone nummers te maken. Ja, met rap werkt dat wel anders. Ja. Alleen ik kan en niet rappen en ik kan niet zingen. En ik ben ook, heb ook totaal geen ritmegevoel. Nou ja, je hebt wel eens gehoord van autotune. Ja, klopt. Zoals Femke Louise. Nou ja, nou, daar hebben we een heel mooi voorbeeld. Femke die heeft de grote fout gemaakt van alles wordt bij haar geautotuned. Het klonk perfect. Totdat ze een keertje live ging zingen toen ze wat op had. En ja, toen stond ze voor... Joker voor zoveel duizenden man. Ja, en toen had iedereen het erover. Ja. Dus, maar Femke doet wel meer gekke dingen. Ja, dus, met dat bond toestand. Ja, toen, inderdaad. En, ja. Hele rare dingen. Maar ja, dit is ook zo'n dingetjes, toch? Ja. En dan gaan we nu naar het andere gedeelte van de studio, waar alle clips worden gemonteerd en worden gemaakt. Dit is een clip van Michael. Oké. Nou, het leuke is... Michael is, heeft een nummer opgenomen bij een andere studio, ja? Want dat doen we dus ook. We maken niet alles, we maken alles zelf, ja. Maar ook als een andere studio zegt van nou, ik maak wel muziekproducties, maar geen clips, Roy, kun jij dat doen? Nou, dan doen wij de clip voor hen. En Michael heeft bij André Kooijman een liedje opgenomen en toen kwam die bij me en toen wilde hij een clip hebben. En ik ken Michael al jaren. Maar wat ik voelde, dat was anders zoals dat. Flip, kijk je me aan. Ik blijf werken in het diepe. Die gevoelens, wat heb jij me aangedaan? Ik ga niet langer wachten. Ik ga niet langer wachten. Mijn hart op je te pakken. Nou mensen, dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Ook al vonden jullie het geen zak aan, alsnog die like duim kapot rammen. Reageer op de video. Natuurlijk abonneer op mijn kanaal, want het is gratis. En deel deze video met al jullie vrienden. En ga zeker even Roy Otters volgen op zijn Facebookpagina. Nogmaals, linkje hier in de beschrijving van YouTube. En dan vond ik het heel leuk om met jou kennis te maken. En we houden zeker even contact voor eventueel plannen voor in de toekomst. Dat gaan we zeker doen. Komt goed. Hartstikke leuk. Super, ja. En elleboogje even. Elleboogje, ja.